Hier is Awesomeo weer en vandaag gaan we even kijken naar de aandrijving van Awesomeo. Hij maakt gebruik van twee motortjes, twee wielen die aangedreven worden en een derde wieltje om eigenlijk balans te houden. En je ziet daar bovenin twee blokjes hout die eigenlijk de beweging van het derde wieltje een beetje beperken. Dat heb ik expres gedaan, als je dat namelijk niet doet, dan gebeurt er dit. Als dat derde wieltje dus helemaal terugdraait, dan is er gewoon te weinig breedte over om in balans te blijven en dan kukelt hij gewoon achterover. Deze breedte van 10 centimeter die is dus echt wel minimaal, want als je nog veel smaller gaat, ja, dan valt hij gewoon achterover. Die twee motortjes worden aangedreven met H-bruggen. En ik heb daar eerder een keer een filmpje over gemaakt, maar ik heb daar toen toch wat cruciale informatie weggelaten. Dus daarom gaan we daar nu nog een keer naar kijken. Dit is de H-brug. Ik zal nog een keertje uitleggen hoe die werkt. Die diodes, die mag je even wegdenken. Die zijn niet belangrijk voor de werking. Die zijn puur ter bescherming van mijn transistoren. Maar ze hebben niks te maken met hoe het werkt. We hebben hier een 5 volt voedingsspanning. En ik ga nu de volgende signalen aansluiten. Hier een stuurspanning van 5 volt. En hier een stuurspanning van 0 volt. Dat wordt aangestuurd door mijn Arduino. Als hier 5 volt staat, dan kan dus deze transistor in geleiding komen. Want hier kan een klein stuurstroompje gaan lopen van 5 naar 0 volt en dan komt deze in geleiding. Aan de andere kant met 0 volt kan juist deze in geleiding komen. Want er kan stroom lopen van 5 volt naar 0 volt en dan is dit een klein stuurstroompje en dan komt deze in geleiding en dan hebben we zo dus stroom lopen. Van rechts naar links door de motor. En de andere kant op hebben we hier 0 volt en hier 5 volt. Als ik hier 0 volt heb, kan deze natuurlijk nooit in geleiding komen, want er kan geen stroom lopen van 0 naar 0, maar wel van 5 naar 0, dus er loopt hier wel stroom. De stuurstroom voor de transistor, dat is deze, en die komt in geleiding. En aan de andere kant, 5 volt, dan gaat hier natuurlijk een stuurstroompje lopen, komt deze ook in geleiding, en dan hebben we zo dus stroom door de motor, van links naar rechts nu. Dus dan draait hij de andere kant op. Nu komt er een probleem. Stel je voor, ik heb hier een voedingsspanning van niet 5 volt, maar van 9 volt. Of misschien 6 volt. In ieder geval hoger als de aanstuurspanning. Deze aanstuurspanning is 5 volt. Die komt uit Arduino. Als mijn motorspanning nou 9 volt voedingsspanning heeft, is dit natuurlijk nog steeds 5 volt. Maar wat gebeurt er nu als ik nu deze transistor in geleiding wil brengen? Deze. Zet ik hier 5 volt, komt die keurig in geleiding. Geen probleem. Maar deze mag dan natuurlijk niet in geleiding komen. Maar als dit 9 volt is en dit 5 volt, dan ontstaat er hier een klein stuurspanningtje. Want er kan gewoon stroom lopen, hè? Van 9 volt naar 5 volt is een hoog genoeg potentiaalverschil. Dus hier loopt stuurstroom. Dus ook deze transistor komt in geleiding. Kijk, en nu heb ik hier gewoon dus een kortsluiting. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dit kan ik niet gebruiken, deze opstelling, als mijn voedingsspanning hoger is als de stuurspanning. Om dit op te lossen voegen we twee kleine transistoren toe. Hier ook, de BC547. En die gaan helpen om deze transistoren open en dicht te sturen. De spanningen worden nu wel een beetje anders. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld stroom wil laten lopen op deze manier, van links naar rechts door de motor, moet ik dus deze transistor opensturen en deze. En die andere moeten dicht. Nou, als deze hierboven open moet, zet ik hier 5 volt. Dan kan hier een klein stuurstroompje lopen door deze BC547. En daardoor komt die transistor in geleiding en hangt hij eigenlijk deze weerstand aan massa. Nu ontstaat er dus een pad, waardoor de stuurstroom kan gaan lopen voor deze transistor. Zo, en dan komt hij in geleiding en dan kan de stroom gaan lopen, want bij deze heb ik namelijk 5 volt aangesloten. Dus die is ook in geleiding en dan hebben we stroom. Die andere, deze, moet dan hier aan deze kant 0 volt krijgen. Als hier namelijk 0 volt is, dan is deze transistor niet in geleiding en is dat pad onderbroken wat die stuurstroom kan veroorzaken. Zie je? Dus deze kan dan niet in geleiding komen. Dus nu heb ik hier dan 0 volt, 5 volt, 5 volt en 0 volt. Ik kan nu dus niet die uiteinden van die transistoren op dezelfde manier aan elkaar verbinden zoals hier, want ik heb verschillende spanningen. Zie je? Dus de manier om het nu aan elkaar te verbinden is zo.
Nou, wat gebeurt er nu? Hier is 5 volt. Dus deze komt in geleiding en deze komt in geleiding. Dus dat gaat goed. Als hier 5 volt staat, dan staat hier even kijken. Ja, ook hier 5 volt. En komt dus ook deze in geleiding. En dan hebben we wat we moeten hebben. Als de stroom de andere kant op moet, dan draaien we dit om. Wordt dit 5 volt en dit 0 volt. En dan loopt de stroom de andere kant op. Verder had ik nog een goede vraag gehad over hoe je ook de snelheid van de motor kan regelen. Want hiermee regelen we wel de draairichting, maar nog steeds niet de snelheid. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dit nulpunt hier, waar alles naar massa gaat, dat vervang je voor een transistor. Kijk, daar is die. En het staat er niet bij, maar dit is eigenlijk weer dezelfde transistor als deze. Hetzelfde type bedoel ik, hè? De BD139. Of misschien nog een iets dikkere als je dat wil. Maar bij mij was dit wel genoeg. En deze gaan we aansturen met pulsbreedte modulatie, PWM, Pulse Width Modulation. Bijvoorbeeld dus pin 5. En je moet een van de pinnen hebben die dat aan kan. En in Arduino ziet het er dan zo uit. Kijk, je gebruikt Analog Write op pootje 5 om de waarde te zetten voor de pulsbreedte modulatie. Als die eenmaal gezet is, dan blijft die pen 5, blijft dan die pulsen uitspugen. Met die bepaalde pulsbreedte modulatie van 150 in dit geval. En daar heb je verder geen onderhoud aan. Als die eenmaal loopt, dan loopt die. Dus die kan je dan zetten tussen de 0 en de 255. Maar in het onderste gebied, misschien tussen de 0 en de 100, ja, krijgt het motortje te weinig pulsen om kracht op te bouwen om te gaan draaien. Dus dan gebeurt er helemaal niks. Bij mij is de minimale waarde ongeveer 150. Dat kan je gewoon uitproberen. Hè? Dus ik stel de waarde 150 in. Dan zeg ik forward. En dan zorgt de H-brug ervoor dat de motors gaan draaien. Dan doe ik een pauze van 2 seconden en dan zet ik hem op maximaal. En dan weer een pauze. En dan weer op minimaal. En weer een pauze. Puur om even te laten zien dat je inderdaad de snelheid kan regelen. De standaard wielen die bij deze motortjes geleverd worden, dat zijn gigantische, ik geloof wel 6 centimeter wielen. Dus die zijn veel te groot. Dus daarom heb ik deze kleine wieltjes gemaakt van hout. En met rubber beplakt. Maar ik zit erover te denken om toch nog iets kleinere wieltjes te maken. Zodat die een beetje meer rechtop staat. Hij leunt een beetje achterover nu. En dan zou die nog een beetje meer zo komen. Zo, de wieltjes zijn weer mooi rond. Ze zijn nu ongeveer 36 mm in doorsnee. En ik ga er nu nog rubber op plakken. En daarvoor ga ik als experiment dit spul gebruiken. Dat is een rolletje anti-slip materiaal. Ik heb geen idee meer hoe ik eraan kom. Ik denk van de Action of zo, of misschien komt het wel van een campingwinkel. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar goed, anti-slip mat dus. En daarmee hoop ik dat ze een beetje tractie krijgen, die wieltjes. Ik ga ze gewoon insmeren met Bison Kit. Allebei de kanten, dit spul en dit ding. En dan goed laten indrogen en daarna op elkaar plakken. En dan zit het gelijk hartstikke vast. De nieuwe wieltjes zitten eronder en hij staat inderdaad een beetje minder achterover geleund. Als je trouwens afvraagt waar de naam Awesome-O van afgeleid is. Japan is a worldwide leader in the development of humanoid robots. Awesome-O is the country's crowning achievement. Engineers continue to make improvements. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.